gaat, Harry. Bellen. Welkom allemaal bij deze informatievideo. Ik zit balance te doen, zoals jullie zagen. Het is een... geluid is altijd echt goed. Waarom lijkt het nou een klein beetje niet? Komt zeker dat het commentaarstudio ook gelijk aangaat. Iets heel kleins. Ik heb nog steeds een laptop, dus vandaar dat ik dit even op mijn computer doe. En het draait normaal gesproken redelijk goed op deze computer, dus boom. Ik doe geen tutorial! Ik heb namelijk, ik moet die dan nu al voor de derde keer doen, dan krijg je zin. Wacht, tweede keer. Ik heb namelijk de eerste keer het spel speelde, gisteren of zo. Heb ik namelijk geen tutorial gevolgd en net moest ik het wel doen, totdat ik de knop niet gedrukt. Het is trouwens de tweede keer dat ik dit opneem. Want de vorige keer was mijn microfoon... Godsamme! Nick, kap nou eens! Ik haat echt dat hij mijn hele tijd vol spamt. Ja, dat komt voor mij omdat ik ook rechts onderin te zien of hij online is of niet. Echt, ik irriteer me er rot aan. Waar is mijn iPad? Ik te versturen dat ik eventjes niets kan zeggen. Dus shit, dat lijkt mij nu ook. Als hij mij een bericht stuurt of zo, dat gaat altijd. Dat komt de commentaarstudio 8 aanstaat. Hij staat natuurlijk niet aan het renderen op het moment, maar... Ik heb natuurlijk net ondervonden dat mijn microfoon niet geselecteerd was. Dat is lekker handig. Maar goed, tweede dag dat ik geen laptop heb. Dit spel gaat trouwens ook zeker vaak terugkomen op mijn kanaal. Holy shit. Heur. Oh, dat is heel erg. Als hij me nu zometeen weer een bericht stuurt, hè, dan moet ik echt omheen. Hij weet dat ik op dit moment zonder laptop ben. Oh shit! Ik ben er vanaf gedonderd. Eerste keer in deze sessie. Derde of vierde keer tijdens een opname. Tijdens de opname van de serie zelf ga ik het echt niet laten gebeuren. Echt compleet ontzettend. Het beeld lijkt wel een beetje, zoals jullie zien. Dat heeft er ook mee te maken. Omdat op dit moment die commentaarstudio natuurlijk aanstaat. Want net ging het echt gewoon vlekkeloos hoor. Geen Nick die mij kon lastigvallen. Dus ik geen berichten kon sturen. Geweldig, maar nu is het 3 uur geweest. Dus dat zie je wel. Geweldig, maar hij is dus zeer verstandig bij. Toen zit hij wel de hele tijd bij mij om te zeuren, terwijl ik nog niet zijn server kan draaien op dit moment. Want ja, ik heb geen laptop. En ik kan die bestanden ook niet opsturen, maar mijn Skype zit wel aan op deze computer. Gaat hij weer hoor. Oh ja, wacht, bij deze is wat van te horen. Ik hoor even niet, ik zag iemand anders met ongeveer dezelfde aan komen. Klein foutje. Ja, het is wel barstend irritant. Als hij online komt, als hij me dan ook direct een bericht stuurt. Met de vraag van die servergegevens. Ja, ik heb al gezegd, ik heb geen laptop op dit moment op mijn beschikking. Ik heb alleen die irritante computer waar ik geen ene flikker mee kan. Nope, ja, hier ben ik dus de vorige keer als eerste gevonden. Oh ja, dit irritante gedeelte. Oh shit. Dit vond ik echt zo irritant, hè. Toen ik het voor het eerst zag gisteren ergens. Nu weet ik gewoon, oké, je moet hier naar rechts. Je moet hier door blijven gaan. Want ik dacht namelijk dat je in één keer door moest naar boven, maar nee. Je moet zesde. Zoop. Ja, zo, dat is echt irritant. Ik ben trouwens op level 4, dus ik weet ongeveer wat ik allemaal doen. Wat ik ongeveer moet doen. Je mag bijvoorbeeld nooit met die hele grote steen die ik nu heb. Dan mag je trouwens ook nooit een hangbrug op. Of een hangbrug die dan kan doorbreken, want dan breekt natuurlijk echt gewoon door. Dat is echt een houten of het een papier doen. En het is ook, oh shit, niet dit gedeelte. Die heb ik de vorige keer 2 keer eraf gedaan. Ik ben even geroepen. Oh ja,
Kijk, dat zijn ook zo'n stenen die, die witte zijn trouwens die papieren ballen. Ik heb net bijvoorbeeld eentje van afgedonderd. Die grijze zijn natuurlijk stenen, de een beetje bruinachtige zijn natuurlijk houten. Ik heb die witte net afgegooid, dat was dus ook zo'n papieren. En zijn we er eigenlijk al. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Dat is de laatste informatie in de outro. Ik heb nog steeds geen laptop dus. Hopelijk heb ik die wel vandaag ergens. En anders wordt het echt morgen en dan hoop ik gewoon dat het goed komt. Alles iedereen, tot de volgende keer.